Faas Wilkens is een van de beste voetballers die Nederland ooit heeft gehad. Maar zijn zoon Michael treedt in zijn voetsporen, maar in een net iets andere sport. Vandaag hoort u anekdotes die u nog nooit over Faas heeft gehoord. Mikey! Ja, met Dimmes. Hallo jongen, hoe is het? Ja, goed jongen. Ja. Hey. Lekker weer uitgekozen. Ja, het is een mooi dagje hè. Wordt er gespeeld? Gelukkig oranje ballen, dus je kan ze goed zien in de sneeuw. Nee, maar speel je echt met dit weer? Met dit weer. Ik heb wel eens gespeeld in de sneeuw, maar dat bevordert niet echt het spel, zeg maar. Want je bal rolt niet. Hey, klopt het dat jij de beste voetgolfer van Nederland bent? Ja, je hebt de ranking, dat is eigenlijk de meest constante. Dus in al je toernooien die je constant speelt, daar heb je een ranking van. En je hebt één keer per jaar heb je een toernooi, Nederlands kampioenschap. Nou, daar ben ik derde geworden. Maar in de ranking, dus het afgelopen jaar, sta ik gewoon nummer 1. Dus je bent eigenlijk in de voetsporen van je vader getreden, alleen dan met voetgolf. Ja, een klein aspect van het voetbal heb ik zeg maar eruit gepakt. En dat is zeg maar het aspectje waar ik zeg maar goed in ben. Dus dat, nou ja, dat heb ik wel overgenomen. Ja. Hoe groot is deze sport nu? Het is de snelst groeiende sport ter wereld. Dus het wordt zeg maar nu, in het begin werd het natuurlijk als een lolletje gezien, als een leuk feestje. Nou, we gaan die baan in. Inmiddels is het zeg maar, zijn er 40 landen zijn er zeg maar aangesloten bij een wereldbond. En we zijn de afgelopen 3 maanden geleden zijn we zeg maar geaccepteerd door het sportcomité. Met andere woorden, in theorie kunnen we een Olympische sport worden. Heb jij de trap van je vader? Ja, wat ik van mensen hoor, want dat is natuurlijk leuk. Ik heb mijn vader natuurlijk nooit zien voetballen. Maar wat ik van mensen hoor, zeggen, ja, je vader had ook wel een hele goede trap. Alleen mijn vader was beter met links als dat ik dan ben. Ik ben niet echt tweebenig, maar ik doe zeg maar, die linkertrap pak ik buitenkantje rechts. Daar kom ik ook aardig mee weg hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat gaat goed, dat gaat goed. Mijn vader was natuurlijk de eerste voetbalprof in Nederland. Ik zou wel de eerste voetgolfprof willen worden in Nederland. En kan dat? Nou ja, kan dat. Als ik een sponsor vind, die zegt van nou, die sport die ga ik omarmen. En daar ga ik wat mee doen. En er zit ontzettend veel potentie. Volgend jaar is de 2K in Marrakesh in Marokko. Dus, dat is leuk. Ja. Maar nou kennen we elkaar al langer en ik weet dat jij vliegangst hebt. Ja, dat klopt. Hoe ga je dat dan doen? Nou, met de auto. Ik ga met de auto naar Zuid-Spanje en daar pak ik het bootje. En dan kom je aan in Marokko. Doe je dat nu ook, al die EK's? Ja, absoluut. Ja, ik heb echt niks gevlogen. En dus, waar rij je dan allemaal naartoe? Waar wordt het allemaal gehouden? Italië, Slovenië, Frankrijk, Spanje, Portugal. En doe je allemaal met de auto? Ik ben 4 weken geleden ben ik naar Portugal gereden. Dat is 2200 kilometer heen en 2200 kilometer terug. En dan voor 3 dagen voetgolf. Maar hoe doe je dat dan als het WK over de grote sloot is? Maar dan ga ik niet. 2 jaar geleden was hij in Argentinië en toen was ik net begonnen met voetgolf, maar ik was geplaatst. Dus ik zat in het team. Maar ik ben niet gegaan. Ja. Hey, dus code rood vandaag. Ik denk afgelast een lekker bakje koffie bij jou thuis doen. Ja, dat lijkt me helemaal goed. Kom op, top. Gaan we doen. Jouw vader is natuurlijk een van de grootste voetballers van Nederland aller tijden. Hoe groot was hij? Kan je dat duiden? Ja, nou ja, goed. Ik heb het natuurlijk zelf nooit meegemaakt bewust, want ik ben natuurlijk pas na die periode geboren. Mm-hmm. Maar ja, Johan Cruijff, die zei het was mijn idool toen ik klein was. Dat zegt eigenlijk genoeg. Hij was de eerste voetballer die voor geld naar het buitenland ging. Hij kreeg natuurlijk als eerste een contract. En van Xerxes naar Inter. Dus dat was een aardige stap. Wat kreeg hij? Hij kreeg 60.000 gulden tekengeld. Ze kregen een woning, mochten ze zelf inrichten, had natuurlijk ook een salaris. Maar had natuurlijk in één keer had hij zeg maar, nou ja, 60.000 gulden tot zijn beschikking. Dus dat was een hoop geld. Wauw, ja. Een sterke vent hè, een beer van een vent. En weet je wat het gek is? Want hij toonde heel groot en heel lang, terwijl ik heb dezelfde lengte. Maar ik heb toch een andere bouw op een of andere manier. Hey, nou heb je me wel eens een geheim verteld en ik vind dat het nu wel eens tijd wordt om dat te onthullen. Eigenlijk was hij daarvoor al profvoetballer. Zijn ene laatste jaar voor Xerxes uiteindelijk, zou die al naar MVV zijn gegaan. En dat was eigenlijk al beklonken. Alleen in Nederland was natuurlijk zeg maar, profvoetbal was verboden. Dat was, dat kon niet. Dat was nadan. Dus dat was allemaal een beetje stiekem via achterkamertjes gegaan. En toen hadden ze zeg maar een vrachtwagen gekregen van MVV.
Je vader? Mijn vader. En dat had natuurlijk te maken met het verhuisbedrijf wat mijn opa had. Samen met zijn twee zonen. En een was daarvan was mijn vader en de ander was mijn oom. Dus ze hadden een vrachtwagen nodig? Ze hadden een vrachtwagen nodig. Dus ze werden eigenlijk in, zeg maar, in natura betaald met een vrachtwagen. En die vrachtwagen hadden ze al, hè? Dus daar reden ze al mee. En toen is dat, zeg maar, bij de bond, bij de Nederlandse bond, is dat ter oren gekomen. En dat moesten ze toen terugdraaien, want anders hadden ze echt een probleem gehad. Dus de vrachtwagen is weer ingeleverd in Maastricht. Te geloven. En hij is gewoon bij Seize blijven voetballen dat seizoen. Dus ja, en een jaar later is hij naar Inter gegaan. Dus nou ja, goed, uiteindelijk is dat misschien wel goed geweest, want misschien was hij anders nooit naar Inter gegaan. Hoe reageerde ze in Milaan op zijn komst? Hij werd uitgelachen, zal ik je vertellen. Hij komt de eerste training, komt hij daar. En hij was, zeg maar, voordat hij dus naar Milaan ging verhuizen, met mijn moeder getrouwd. Ja. Mijn moeder was 17 jaar, met mijn moeder getrouwd. Want ja, samenwonen zat er toen natuurlijk even niet bij. Dus met mijn moeder getrouwd en ze waren op vakantie gegaan naar Engeland. Nou, je had hier natuurlijk na de oorlog was er niet zo heel veel te koop, maar in Engeland natuurlijk wel. En toen dacht hij, nou, ik ga nu, zeg maar, naar een profclub. Ik kan mezelf nu wel verwennen. Ik heb die 60.000 gulden in mijn zak. Ja. Ik kan mezelf nu wel verwennen met een paar mooie voetbalschoenen. Dus hij kocht daar Manfields voetbalschoenen. Nou, hoge schoenen. Hè, want ze lopen nu op hoge schoenen. Ik denk dat ze populair zijn, maar dat deden ze al in de jaren 40. Ja, en alleen toen hadden ze wel stalen neuzen, moet je erbij vertellen. Ja. Dus hij denkt, nou, ik ben helemaal chic de freak. Ik ga naar Milaan en neem mijn Manfields mee. Dus hij trekt daar die schoenen aan. Nou, de hele kleedkamer helemaal blauw. Die zeiden echt van, wat komt die boer hier doen met die stalen neuzen? Dus, nou, hij moest gelijk zijn schoenen inleveren. Die staan volgens mij, het verhaal gaat, dat die nog ergens daar in de prijzenkast staan van Inter. En ze hadden daar een schoenmaker. Dus er was gewoon een deurtje door en er werden schoenen gewoon aangemeten om je voet heen. Leren noppies te ja. En nou ja, goed zo. Dus de boer uit Nederland kwam daar, zeg maar, de kleedkamer. Waanzinnig. Dus, na twee trainingen lachten ze hem natuurlijk niet meer uit. Nee. En lachte hij natuurlijk iedereen uit. Dus nou ja, goed, de rest is historie, zeg maar. Was hij de beste van Inter? Ja, absoluut. Ja, voor Inter was hij, hij was de ster. En de vliegende Hollander en een gentleman. En weet je wel, dus hij was, zeg maar, was gewoon geliefd. Jouw vader was eigenlijk een beetje de ideale schoonzoon. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hoe kwam hij aan het imago? Nou, omdat het gewoon een keurige vent was. Hij was altijd beschaafd en een warme man. Heel veel humor. Hè. Ik heb wel eens voetbalmaten van hem mogen ontmoeten. Mm-hmm. Ja, de meeste leven natuurlijk nu niet meer, maar dat is een kleine smertje. Hij was een heel klein gedrongen spitsie, goed spitsie. Ja. En op een gegeven moment in actie in het veld, dus moet je je voorstellen, het is echt een belangrijke wedstrijd. Mm-hmm. En op een gegeven moment een bal en hij geeft hem niet aan hem. En die bal die gaat naast over, nou ja, een vakans voorbij. Dus die smetsie zegt, Vaas, waarom speel je die bal niet naar mij? En hij zegt, ja, ik zag je niet, het gras was te hoog. Weet je wel zo. Maar dat soort dingen allemaal. Dat is natuurlijk, zeg maar, er zijn natuurlijk allemaal dingen die natuurlijk in het veld gebeuren. Daar hebben wij geen notie van. Maar ja, het zijn natuurlijk ook allemaal gewone mensen. Dus ze maken natuurlijk ook wel, nu doen ze het allemaal zo. Dus allemaal dat soort dingen. Dus hij was ook een innemende man, weet je, ook bij zijn ploeggenoten. Ja. Hij heeft een hele tijd niet voor het Nederlands elftal mogen spelen, omdat hij betaald werd. Ja, doodzonde. Nou ja, in die tijd, toen hij, zeg maar, tekende bij Inter, toen zei de toenmalige bondsvoorzitter, Lotsi, die zei van, je bent een landverrader. Een landverrader? En een landverrader. Dus die banden hem voor, van het Nederlands elftal. En Lotsi heeft natuurlijk zelf ook een Duitse verleden, dus nou ja, goed. Dat was natuurlijk, zeg maar, wel vervelend voor mijn vader. Alleen mijn vader heeft altijd gezegd, ik laat me niet tegenhouden. Hè, dit is mijn route en ik ga dat doen. Ik ga zeg maar Europa veroveren. En dat heeft hij uiteindelijk dat goed gedaan. En toen hij inmiddels weer bij Valencia speelde, gaan we, zeg maar, 4 jaar verder. 3 jaar Inter, 1 jaar Torino. En vervolgens Valencia. Toen mocht hij weer voor het eerst, zeg maar, voor Nederland zelf al spelen. Dus ja, goed. Dus, maar zijn 5 beste jaren. Dus ja, had hij die gespeeld, dan had hij nu nog steeds topscorer geweest natuurlijk. Alle tijden. Van je 25e tot je 30e. Dat zijn de productiejaren van een spits. Ja. Hoeveel doelpunten heeft hij gemaakt? Hij heeft 38 in het land gespeeld. En hij heeft 35 doelpunten. Zo. Dus, bijna 1-1. Ja, hij staat nu gelijk met Van Nistelrooy. Zonde dat hij die jaren niet gespeeld heeft. Ja, natuurlijk. Eeuwig zonde. En voor Nederland ook. Ja, natuurlijk voor Nederland ook. En wat een beetje sneu was, maar toch heel erg mooi, was dat, zeg maar, op zijn uitvaart in Lauwenskerk in Rotterdam, dat meneer Sprenger van de KVB, inmiddels is meneer Sprenger er zelf ook niet meer, dacht ik. Maar die heeft toen uitgesproken namens de KVB, die heeft zijn excuus aangeboden voor dat feit. Een uitnemend international. Veel te weinig. 37 of 38 zelfs wedstrijden, maar te weinig.
En zo zie je dat de historie ook prachtige organisaties als de KNVB wel eens volledig het ongelijk toekent. Maar dat moeten we aanvaarden. En daarom ook tegen deze grote mensen ook zeggen, dat hadden we anders moeten doen. En daarvoor betuigen we ook onze spijt. En ook spijt naar het Nederlandse volk, die zeker 4 jaren zijn uniek talent in het nationale team onthouden is. Heb je nog meer verhalen die niemand weet van Vaas? Ja, ik heb er nog wel eentje. Ik was nog niet zo lang geleden was ik in Valencia. En we kregen daar een tour door het stadion. En dat wordt altijd gedaan door het oudste lid. Ja? Dus dat is een soort erebaantje. Maar we liepen door het stadion, het veld op en dat. En toen vertelde hij me wel iets opmerkelijks. Hij zegt, doordat jouw vader kwam naar Valencia, ja. Hij was de eerste buitenlander, hè, die voor de club speelde. Hij zegt, maar er kwamen zoveel mensen op af, kijken naar hem. Hij zegt, daardoor hebben we dit stadion kunnen bouwen. Dus met dat geld, dat hebben we geïnvesteerd om zeg maar, niet de tweede en de derde ring, maar de eerste ring, om dat te bouwen. Ja, maar dan krijg je toch een kippenvel van een zoon, denk ik. Ja, nee, tuurlijk. Nee, absoluut. Dat zijn gewoon de mooie anekdotes. Nou gaat het gerucht dat je vader bijna voor Feyenoord heeft gevoetbald. Klopt dat? Nee, dat is echt zo. Dat is echt zo. In principe was hij eigenlijk al rond. En je moet het zo zien. Mijn vader die heeft uiteindelijk zijn rondzwervingen door Europa gedaan. Uiteindelijk zijn laatste jaar in het buitenland, dat was Levante. Xerxes was geen profclub, niet op het hoogste niveau. Dus logisch natuurlijk dat Feyenoord natuurlijk zeg maar, met hem in gesprek ging. En de technische staf was akkoord. Dus Vaas erbij en het gaat helemaal goed komen. En toen de tijd had je bij Feyenoord keuzeheren. Keuzeheren waren oud eerste elftalspelers. Ja. En die bepaalden dan of een aankoop wel kwam of niet kwam, of dat hij het waard was. Nou, mijn vader vroeg het bekende tonnetje en zij keurde hem af. Nou ja. Dus toen zeiden we van, dan kom ik niet voetballen. En toen is hij naar Fortuna 54 gegaan. Dus ze lieten Vaas eigenlijk lopen in de kuit. Ja, dat is doodzonde. Nou, dat is de reden waarom ik niet voor Feyenoord ben. Ik ben natuurlijk eeuwig boos op die club dat toen de tijd niet is doorgegaan. Want als dat wel was geweest, dan had ik bij wijze van spreken een Feyenoord dekbed gehad. Dan was ik natuurlijk met Feyenoord helemaal verbonden. Ik probeer me daar een voorstelling van te maken, want ik weet het natuurlijk niet precies. Maar je moet je voorstellen, die mannen die hadden 20 jaar het eerst van Feyenoord gespeeld voor 2 kwartjes. En opeens zit daar zo'n verwende verdette uit Milaan, in dit geval uit Valencia. En die zegt, ik wil je wel een paar jaar komen spelen, maar we hebben even een tonnetje tekengeld. Nou, ik denk dat zeg maar hun... dat is een beetje rancune, want ze hadden zoiets van, wij hebben echt voor een appel en een ei hebben hier lopen voetballen. En hij komt zomaar even een tonnetje vragen. Ik denk dat het is geweest. Hey, dus eigenlijk onthul jij hier dat Vaas bijna een Feyenoorder is geweest? Absoluut. En ik dus ook, bijna. Wat verband had je met je vader? Kijk, iedereen heeft natuurlijk altijd, de voetballer, dit en dat, zus en zo. Maar voor mij was het natuurlijk gewoon mijn pa. Ik heb ook op zijn uitvaart heb ik ook gezegd van hij was als voetballer goed, maar hij was als vader nog veel beter. Ik wil graag in het kort, want hij hield niet van gouden hoer, even zijn carrière als vader en familieman belichten. Als vader nog grootser dan als voetballer. Voor buitenstaanders een voetbalverdette, voor ons gewoon pap. Een verdette pap, die met een lach door het leven liep, iedere dag bezig om het ons naar de zin te maken. Niets was hem te veel, alles kon. Grenzeloos vertrouwen in ons en alles in het werk stellen om onze wensen te verwezenlijken. Wat maakte hem zo goed als vader? Warme man, altijd begaan met een ander. Hij was zeg maar aanraakbaar. En hij zei zelf ook, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Je kan een kwartje in je zak hebben, maar nooit je afkomst verloochenen. Nou, dat is wel, dat probeer ik altijd in de mind te houden. Doe me normaal, dan doe je al gek genoeg, weet je wel. Zo. Dat is ook nog een heel erg leuk verhaal. Ik weet zeker dat je het leuk vindt, dat ga ik je even in het kort vertellen. Ja. Hij voetbalt bij VVV en hij heeft een vriend, voetbalt bij Ajax. Ik ben zijn naam altijd kwijt, maar goed, goede speler. Ja. Kom naar mijn vader toe, want mijn vader speelt in Nederland zelf dan. Vaas, ik wil in het buitenland voetballen, kan je me helpen? Dus mijn vader zei, kan je helpen? Wij gaan op vakantie in Spanje, jij gaat gewoon mee. Dus je moet je voorstellen, een speler uit de Eredivisie ging gewoon met de familie Wilkes, met de kinderen, gewoon op vakantie. Allemaal voor mijn tijd natuurlijk geweest. Dus ze gaan op vakantie, dus mijn vader had daar wat proefwedstrijden geregeld, dat hij kon spelen. Op een gegeven moment speelt hij een proefwedstrijd bij Levante, die speler. Ja. Dus die speelt, dus
Daarna komt de voorzitter. Hij zei, nou, we vinden hem niks. Maar wil jij graag hier in je huisje komt voetballen? En mijn vader zegt, maar luister, ik ben al eigenlijk gestopt met mijn internationale carrière. Ik ben terug in Nederland, ben aan het afbouwen. Nee, we willen jou helpen. Maar Levante speelde eerste divisie. Mocht er geen buitenlanders hebben. Heel die club in opstand, protesten, kreeg hij een jaar dispensatie. Echt waar? Dus toen is hij naar Levante gegaan. Dus hij ging voor een ander. Hij zelf, die oefent stond hier op te kijken. Nee, we willen jou helpen. Dus toen is hij daar gaan voetballen. En toen op een gegeven moment, moet je je voorstellen, heel Valencia rep en roer. Trainer, na twee maanden, die zet mijn vader zet die op de bank. Wissel. En ik weet niet eens de naam van die trainer. Mijn vader noemde hem altijd Snorrewiets. Snorrewiets, ja. Dus, nou, normaal gesproken weet je al, nou ja, die speler gaan lekker bankje zitten. Nee hoor, trainer ontslagen. Dus mijn vader is speler trainer geweest van Levante. Oh, echt? Ja. Wat zou je vader ervan hebben gevonden dat je nu de nummer 1 in voetgolf bent? Mijn vader was ieder reisje meegegaan. Ja? Ja, absoluut. Absoluut. Dus, dat zou hij helemaal geweldig hebben gevonden. Het is jammer dat die sport natuurlijk zeg maar pas uitgevonden is, want ja, het bestaat niet zo lang. Maar het was ook wel wat geweest voor mijn vader, denk ik. Want hij vond golven en dat vond hij allemaal niks. Want daar was hij gewoon niet goed in, dan moest hij leren. Hij kon ook niet zwemmen, hè? Weet je dat? Mijn vader kon niet zwemmen. Oh nee? Nee. Nog nooit geleerd? Nee, nooit geleerd. Hij heeft nog zwemles gekregen, zwembad West, zeg maar. Maar hij heeft hoe oud was hij toen? Was na zijn voetbalcarrière, dus hij was een 40er. De beste voetballer van de wereld op dat moment kon dus niet zwemmen? Nee, niet zwemmen. Nee. Mooi hè? Dus wat dat, ik ben wel een betere zwemmer dan mijn vader was. Dus ik ben toch net iets beter. Pas een weekje. Kijk eens, dit is een mooie foto. Wereldelftal. Dit is wereldelftal, FIFA wereldelftal. Dus hij zat bij de beste elf van de wereld. Ik heb nog wel een hele mooie scoop voor je. Vertel. Mijn vader is een keer zeg maar, met het team omgekocht. Nou, van poging daartoe. En ik weet niet zeker, volgens mij was het met Valencia. Ze worden benaderd om een wedstrijd te verliezen. En dat ging natuurlijk om een paar honderd gulden in die tijd. Dus het ging natuurlijk niet om zijn groot bedrag, maar ze moesten verliezen. En ze spelen die wedstrijd, ze staan 1-0 achter. Maar het publiek begon te morren. Die hadden het door. Dus die begonnen te morren. Dus nou, dat was natuurlijk, zeg maar, dat ging natuurlijk niet helemaal goed. En wat gebeurt er? Echt in de laatste 10 minuten, er komt een voorzet. En mijn vader, die duikt eigenlijk weg. Maar die bal die komt op zijn nek, rug. En die gaat zo de goal in. Dus het wordt 1-1. Ze hebben nooit geld gehad. Maar niemand kon zeggen dat ze omgekocht waren, want ze hadden niet verloren. Nee. Dus het was gelijk, zeg maar, nou ja, in de kiem gesmoord, zullen we maar zeggen. Het probleem was. Maar goed, er waren natuurlijk een aantal jongens in het kleedje. Ja, we hadden wat geld gekregen, hadden wat verloren. Maar er waren er ook heel veel. Die zeiden gelukkig, want anders waren we echt aan de hoogste boom opgehangen. Want ja, het publiek had het door. Maar wilde jouw vader hem erin koppen, of juist niet? Nee, maar koppen mijn vader? Nou, nooit van zijn leven. Je weet, hè, bekende quote van mijn vader. Met je hoofd moet je denken, niet koppen. Welk kamp zat jouw vader? Dat weet ik niet, heeft hij mij nooit echt verteld, maar ik heb geen idee. Die paar honderd euro vond hij wel lekker, denk ik. Dus, maar goed, dat weet ik niet zeker, dus laat ik me daar buiten houden. Ja. Wat een mooi verhaal, joh. Schitterend. Ja. Echt leuk.